onkunde. Dat nemen heeft geen reactie op de zonde. De spanningsbogen van een vrouw, ja, die is niet lang. Ze gaat al verder met een ander, ben ik bang. Heb het vaak gemerkt, het komt wel vaker voor. Maar voor die ghostings, ja, gaat het date niet door. Wat spookt er door hun hoofd? Als man heb je geen idee, die chick denkt niet met de lul, maar wel met de snee. Daten in 2024, het is een echte ramp. Iedereen zoekt perfectie, maar ben jij de champ? Soms gaat het goed, maar vaak toch weer slecht. Draagt iedereen soms een masker, niets blijkt meer echt. Daten in 2024, het is een echte ramp. Iedereen zoekt perfectie, maar ben jij de champ? Soms gaat het goed, maar vaak toch weer slecht. Draagt iedereen soms een masker, niets blijkt meer echt. Zag laatst een interview, het is echt niet normaal. Verdien maar even 100k, ik vond het vrij basaal. Vrouwen willen meer, maar waar is het eind? De kans op echte liefde is toch echt verkleind. Daten in 2024, het is een echte ramp. Iedereen zoekt perfectie, maar ben jij de champ? Soms gaat het goed, maar vaak toch weer slecht. Draagt iedereen soms een masker, niets blijkt meer echt. Daten in 2024, het is een echte ramp. Iedereen zoekt perfectie, maar ben jij de champ? Soms gaat het goed, maar vaak toch weer slecht. Draagt iedereen soms een masker, niets blijkt meer echt. Alleen op de bank, toch swipe men toch weer door. Geen vonk, geen klik, waar doe ik het toch voor? Is dit het lot misschien? Krijg ik toch nog fixed? Ja, er is meer dan een match, solo mis je toch niks. Daten in 2024, het is een echte ramp. Iedereen zoekt perfectie, maar ben jij de champ? Soms gaat het goed, maar vaak toch weer slecht. Draagt iedereen soms een masker, niets blijkt meer echt. Dus leg ik mijn telefoon weg, neem een pauze. Op zoek naar iets echts, niet die virtuele kluizen. Echte liefde is toch meer dan genot. Wellicht in 2025 is er nog aanbod.